Artsen voelen niets voor de meldplicht bij het vermoeden van kindermishandeling. Een groep deskundigen adviseert dat vandaag aan het kabinet. Iedereen die met kinderen werkt, moet verplicht zo'n melding doen als ze denken dat een kind thuis mishandeld wordt. Maar de Artsenfederatie zegt vanavond dat zo'n meldplicht averechts kan werken. De meldplicht moet gaan gelden voor onder andere kleuterjuffen, leraren en ook artsen. Maar die artsen zijn bang als klikspaan gezien te worden. Als ouders weten dat ze een arts zou kunnen gaan melden, dan komt de vertrouwensband onder druk te staan. Dat betekent dat ouders die arts kunnen gaan mijden en dat de noodzakelijke hulpverlening niet goed op gang komt. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het gaat naar schatting om meer dan 80.000 mishandelde kinderen per jaar die geen hulp krijgen. De gevolgen zijn heel ernstig. Als we kinderen niet op die radar krijgen, dan worden ze soms jarenlang misbruikt en mishandeld, terwijl er eerder de mogelijkheid was geweest om het te onderzoeken en de mishandeling te stoppen. Het is nog niet bekend of het kabinet de meldingsplicht wil gaan invoeren. Artsenfederatie KNMG hoopt van niet. Elk kind wat mishandeld wordt, is er eentje te veel. Wij denken echter dat een meldplicht daarvoor niet de oplossing is. Wat dan wel? Wij denken dat artsen beter geschoold kunnen worden in gespreksvoering. En wij denken dat artsen beter ondersteund kunnen worden door vertrouwensartsen. Feit is dat met het huidige beleid vele tienduizenden gevallen van mishandeling niet aan het licht komen.